Zwieren en Zwaaien wordt mede mogelijk gemaakt door Echt TV met de Brabant, Café Hoegaarde, De Verzendspecialist, Thuiskantoor Tilburg en Van Hoof Elektra. Welkom bij de zesde aflevering alweer. We zijn op de helft. Maar nog steeds gaat het ons niet vervelen, Edwin. We maken er weer een feestje van. Veel kijkplezier. Ja, en dan in dit geval, ik zeg nooit, ik ben zelf heel goed, maar ik bouw zelf al van 1948 kleine attracties. En de laatste 25 jaar ben ik bezig met deze attracties. Ik ben begonnen zoals iedere modelbouwer begint eigenlijk met de draaimolen. De draaimolen is eigenlijk een van de eerste attracties op de kermis. En wanneer ik op een kermis kom en ik tref geen draaimolen, dit is voor mij geen kermis. Maar ik wijs even op de rups.
die nu aan het draaien is. De Rups heeft tot een jaar of 5-6 geleden nog steeds in Tilburg gestaan. En die loopt ook nog steeds. Hij is hier in 2004 geopend in de kelder hier beneden. En door de wethouder toen de tijd, Hans Jansen. En er komt ook daadwerkelijk de kap overheen. Ook de schuitjes die schommelen nog steeds. Er is een vrachtwagentje bij. Ik ben met deze kermis minimaal per jaar ongeveer 40 keer weg. Naar mensen in Nederland, België en Luxemburg. Ik sta er ook mee in Duitsland en dan heb ik een stand van 12 meter. Voor het item een echte kermislekkernij kunnen we deze exploitant echt niet voorbij lopen. De pindakraam hier op het Koningsplein. Naast bestaat de uitbater, of tenminste de exploitant, Kees. Kees, het is een speciaal jaar dit voor u. Inderdaad. Vertel eens. Het is het laatste jaar dat ik het doe. Ik heb hier 40 jaar gestaan in Tilburg. En dit is dus het laatste jaar van, ik ga met pensioen. Kijk. Nou, dat is nogal een heel aantal jaren wat je achter de rug heeft. Ja, inderdaad. Ik heb 50 jaar in de noten gezeten. Dus vanaf mijn 13e jaar ben ik met mijn zuster begonnen. En toen ik 18 was, ben ik voor mijn eigen verder gegaan. En nou staat me ergens van bij. U heeft verteld, u bent begonnen met 4 soorten pinda's. Ja, er waren, vroeger waren het alleen maar zoete pinda's, zoute pinda's. Ja. En nog wat doppinda's en amandelen. En nu hebben we een assortiment van 26 soorten. 26 soorten? Ja. En die kent u allemaal uit elkaar? Ja, dat moet wel natuurlijk de 40 jaar, hè? Uiteraard. Dus, ja. En wat is uw favoriet? De favoriet is natuurlijk traditioneel de zoete gebrande pinda's. Ja. En een van de hoofdartikelen is tegenwoordig de zoete gebrande pekannoten. Ja. Die heb ik zelf geïntroduceerd toen ik op vakantie was in Amerika. Toen heb ik ze daar ontdekt en toen heb ik ze eigenlijk in Nederland aan de markt gebracht. Ik heb begrepen dat de kraam gaat door, hè? Het stopt hier niet met de kraam, hè? U heeft een opvolger gevonden. Een collega van mij, die heeft het overgenomen. Met alles erop en eraan, alles wat ik had aan materiaal. En ik sta ook met een kraam in Uden. Dat heeft mijn vrouw altijd gedaan, maar dat ging niet meer. En mijn collega die heeft dus nu dan Uden alvast gedaan. En hopelijk met de verpachting dat hij volgend jaar hier ook weer staat. Nou, Kees heeft toch ook een eigen website en daar wil je ook iets over kwijt? Ja, ik heb speciaal mijn dochter en mijn schoonzoon hebben de webshop opgezet. Voor de mensen die dus toch onze kwaliteit graag zouden willen houden. Mm-hmm. En de webshop is te vinden onder www.zoetegebrandenoten.nl. www.zoetegebrandenoten.nl. Ja, en daar staat alles op. Het wordt vacuüm verpakt. Het wordt netjes verstuurd in een kartonnen verpakking, dus de mensen krijgen geen breuk en het is heel lang houdbaar. Want jullie zijn al 50 jaar samen, hè? Ja. Zo. Erg lang, hoor. Ja. En natuurlijk 24 uur per dag, hè? Daarom. En dat is best wel moeilijk. Ja. Met al onze onhebbelijkheden. Ja. En 2 kapiteins op 1 schip is heel moeilijk. Maar toch gefixt. Hij gaat fietsen met mij en lekker eten onderweg en hij heeft de clubpie. Maar zolang de weegschaal nog in evenwicht is, is het goed. Ja. Daar gaat het om, hè? En hij hoeft niet zo, hoor. Hij mag ook wel eens zo en wel eens zo. Ja, precies. Maar... Het is geven en nemen, hè? Ja, ja. Dat hoort er. En je hoeft niet altijd met elkaar eens te zijn. Echt niet. Als het om uitgepraat wordt. Ja. Nou. Ik wens jullie oprecht heel veel succes in de toekomst. Dankjewel. Die nog lang van elkaar mogen genieten. Dankjewel. En jullie hartelijk bedankt voor al de jaren dat jullie ons hebben willen voorzien van al het lekkers. Dank u wel. En veel succes. Neem je nog even een zakje van onze trots mee? Ja, tuurlijk. Nou, heel graag. Dank u wel.
Limburgse kermis heeft voor iedereen een andere betekenis. Dus wij gaan gewoon eens vragen, wat betekent de kermis voor u? U mag het zeggen. Ja, gezelligheid voor mij. Gewoon leuk om met, ik ben nu dan met mijn zusje en morgen kom ik met mijn vrienden. Dus ja, dat is voor mij vooral. En weer even kind zijn, hè? Dat is ook altijd leuk. Plezier. Gezelligheid. Ja, leuke dingen. Ik vind het wel gezellig. En... ja, ik vind het... ja, ik vind het wel gezellig om vooral met vriendinnen te gaan. Ja, gezelligheid en attracties draaien. De herrie, attracties, veel geld. Ja. En voor jou? Ja, heel duur, maar wel gezellig. Ja, gezelligheid. Vooral, hè? Gezelligheid. Met vriendinnen in attracties gaan en heel veel snoep kopen. Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Ik kom niet uit Tilburg. Maar ja, ik was gewoon even wat lunchen. En, maar eigenlijk niet zoveel. Okay, ik ben trouwens nog wel aan de bosauto's geweest. Okay, was leuk. Jawel. Ja, gewoon plezier maken en in attracties gaan en zo. Ja, gewoon gezellig met vrienden naar de kermis. Heel veel lol en ja, leuke attracties en zo. En voor jou? Ja, ook gewoon een leuke attractie en de gezelligheid, zeg maar. En hoe ziet jullie dag op de kermis eruit? Gezellig en gewoon heel erg leuk. Nou, ja, vooral lol hebben en ja, durf en overal in. Okay. Maar niet overal, want sommige dingen vind ik eng. Meestal op een terrasje zitten, mensen kijken en soms ergens ingaan. Oké, okay, en in welke attracties gaan jullie dan? Meestal in zijn hele snelle dingen. Ja, jij hè? Ik ja. Niet, hè? Oh, oké. Okay. vooral in zulke dingen en zo. Oké, okay, de hoge snelle dingen vinden jullie het leukste? Ja. Gewoon rondlopen, drinken, in attracties gaan en gezellig hebben met mensen. Alleen maar in achtbaan en gaan en gokken. Oké, okay, verder doen jullie dus niks? Nee, een beetje drinken. Ja, met zo'n weer, dat moet wel. Ja. Werken. Op de kermis. Oh, wat doet u dan? Bij de botsauto's. Oké, okay, en hoe gaat het dit jaar? Ja, gaat goed. Op zich, ja. Dus morgens als het open gaat naar de kermis toe. Dan eerst even de kermis overlopen en dan in attracties. Okay. Jullie zijn echte kermisliefhebbers? Nou, vooral zij. Want ik ga niet zo vaak, want ik moet heel veel werken. Dus dat lukt dan niet. Ja, zoiets als dit, hè. Een beetje rondlopen, een beetje eten, een beetje drinken, een beetje in attracties. Okay. Gewoon leuk doen. Nou, gewoon gezellig met vrienden. Ja, gewoon gezellig met elkaar. En in attracties gaan. Ik ben nog niet heel dikwijls geweest. Nee. Het is ook vies te warm, hè. Maar andere jaren was het wel gezelliger. Beetje rondlopen, kijken voor leuke attracties misschien. En dan erin en dan weer naar huis. Nou, meestal ga ik 's avonds. Dus eerst wat drinken en ja, daarna gewoon in wat misselijkheid attracties. Meneer Edwin. Ja, hallo. Hallo. U ook hier? Ja, ik ook hier. Gezellig. Ja. Ja. Het was gezellig, ja, ja. Ja. Nou, dan gaan we dan weer met de vraag, hè? U heeft ook een vraag. Ja, ik heb weer een vraag. Zoals ik brand maar los, meneer Edwin. Wat betekent de kermis voor u? Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Mag ik iets inschenken voor u, net? Ja, zeker. Doet u mij maar een raadler. Een raadler? Graag. Komt eraan. Ja, dank u wel. Wat was de vraag? De vraag was, wat betekent de kermis voor u? Die betekent heel veel voor mij. En ik zal u vertellen waarom. Ik heb een heel ritueel. Ik sta 's ochtends op, dus dan ga ik achter die gebreide broek vandaan van tante Corrie. En dan begin ik met een eitje te koken. Nou, als ik eitje heb gekookt, dan eet ik in mijn kop natuurlijk. Want waar moet je anders eieren koken? Dat kunnen we nagaan. Dan ga ik naar de kermis toe. Die is dan nog niet open. Maar ik ga er wel naartoe. En dan ga ik alvast kijken wat er allemaal te doen is. Die dag. En waar ik kan gaan lopen, hè? Ja, want ik ga heel graag. Ja. Ah, er is. Oh, sorry. We drinken al. Lekker. Geweldig. Service hier, hè, bij Hoegade, hè? Service. Geweldig. €3 alsjeblieft, meneer. Hoeveel? €3 alsjeblieft. Zet maar op rekening van meneer Edwin. Ja, gaan we doen. Kom, gaan we doen. Nee. Ja hoor, nee. Dankjewel. Niet op mijn rekening. Ja. Ah, lekker. We'll be right back.
We zijn weer aanbeland bij de mailbox en we hebben een mailtje binnengekregen met een paar foto's van José Slange. José, de hartelijke groeten van ons natuurlijk en bedankt dat je weer geschreven hebt. Ze schrijft, beste Edwin en John, wat zitten er dit jaar toch vele leuke items in jullie programma. Elke dag weer nieuwe verrassingen. Ik was zaterdag op de kermis en toen nam ik een kijkje in het Paleis Raadhuis bij de Kermis Expo van Stichting Kermis Cultuur. Heel erg leuk altijd om die kleine molentjes te zien ronddraaien. Er is ook een leuk boekje en dvd te koop met mooie verhalen. Dat is echt een aanrader. Zie foto. Bert van Houten vertelt in jullie programma dat het dit jaar gaat over de botsauto's. Dat is inderdaad het thema. En een aantal jaar geleden heb ik op de kermis ooit een miniatuur botsauto gewonnen met verlichting en radio. Daar heeft ze ook een foto van gemaakt. Die laten we nu in beeld zien. Verder wensen we ons nog veel plezier en heel veel succes. Groetjes José. Dankjewel José. Hebben we nog via de Facebook een berichtje binnengekregen. En dat is van Jeroen Versteden. En die schrijft, hoi John, voor het eerst sinds mijn leven niet met de kermis in Tilburg. Maar wel even wennen hoor. Tof, al die dingen van jou die voorbij komen op Facebook. En dat bedoelt natuurlijk de items van zwieren en zwaaien. Groetjes vanuit Indonesië. Nou Jeroen, hartelijk dank dat je wilt kijken en we wensen je natuurlijk ontzettend veel plezier in Indonesië en een goede terugreis. Ja, dat was dan alweer de mailbox. Vergeet niet om te blijven mailen. We gaan nu weer verder met een nieuw verhaal van Paul Spapers. De Tilburgs kermis, dat is een historisch verhaal. Dat is een cultureel verhaal. Maar dat is ook een sociaal-maatschappelijk verhaal. En een bijzonder aspect aan dat sociaal-maatschappelijke, dat is geweest de zogenaamde drooglegging van de Tilburgse kermis. Deze drooglegging duurde van 1920 tot 1936. En drooglegging wilde zeggen dat een week voorafgaand aan de kermis en tijdens de kermis er geen sterke drank mocht worden verkocht en niet mocht worden gedronken. Dat was dus een besluit van de Tilburgse gemeenteraad. En de Tilburgse gemeenteraad liet zich daarbij inspireren door de befaamde drooglegging in de Verenigde Staten. Dus de Verenigde Staten hebben in diezelfde periode ongeveer, om het enorme drankmisbruik te beteugelen, hebben ze verboden om sterke drank te maken en te verkopen. En dat heeft heel veel smokkel opgeleverd en allerlei spannende verhalen. Maar goed, daar gaat dit nou niet over. In ieder geval de Amerikanen hebben de drooglegging geïntroduceerd en daardoor geïnspireerd heeft de Tilburgse gemeenteraad besloten om ook de Tilburgse kermis droog te leggen van 1920 tot 1936. En dat deed men omdat in die tijd, dat waren de enige dagen van het jaar dat de Tilburgers vrij waren. Moet je je voorstellen, 2 dagen waren ze vrij en er werd een heel jaar werd er gespaard in een dubbeltjespot om dan lekker kermis te kunnen vieren. En bij lekker kermis vieren, bij feest vieren, hoort niet alleen eten. Maar ook een borreltje. En dat borreltje dat moet je letterlijk nemen. Want in die tijd, als mensen dus iets alcoholisch dronken, was dat meestal jenever. De bekende biercultuur van de pils. Dat is pas iets van na de Tweede Wereldoorlog. In die tijd werd heel veel jenever gedronken. En als je dat een halve fles opdrinkt en je hebt een slechte dronk, dan pakte dat heel vaak negatief uit. Er was veel vrouwenmishandeling, vechtpartijen, werkverzuim en noem maar op. En dat heeft de gemeenteraad proberen te beteugelen door de Tilburgse kermis droog te leggen. En dit is een uniek verhaal uit de Nederlandse sociaal-maatschappelijke geschiedenis. Wat ik altijd intrigerend heb gevonden, dat die Tilburgse kermis dan weliswaar was drooggelegd, maar dat er geen druppeltje drank te minder om werd gedronken door de Tilburgse kermisvierders. En dat kwam omdat de Tilburgers hun drank gingen halen in Poppel en bij jonkers in Aarlen en die een drank naar Tilburg smokkelden en zo zorgden dat ze zelf het geld bij verdienden om kermis te vieren en tegelijkertijd in de Tilburgers hun borreltje konden blijven drinken. We zitten wel lekker op het terras en daar proosten wij op. Ik zit naast Jan. En Jan is hier een bekende gast. Je zit hier elke dag, hè? Een stamgast, hè? Ik kom hier uit de buurt en ja,
we moeten toch wat doen hebben. Hè? Dus we kijken hier allemaal maar poppetjes en aapjes wat er langskomt. Hè? En dat vinden we heel leuk. En heb je al iets bijzonders gezien? Nou, ik heb zoveel bijzonders gezien, maar aangezien mijn leeftijd hoeft voor mij dat er niet meer heen. Ja, maar naar kijken mag altijd nog, hè? Ja, zeker. Ik vind het allemaal prachtig om te zien. Ik ben, mijn leeftijd is, dat mag ook wel gezegd worden, 76. Kijk. Dus ik ben nog goed in nik. Ik doe 2 keer in de week zwemmen. Ik doe 4 keer in de week fietsen. En 5 keer ga ik naar het terrasje toe. En dat hadden we ook wel verdiend dan. Ja, want dan zijn we moe en dan moeten wij afkoelen. Ja. En dan moeten wij lekker een glaasje bier kunnen drinken. Ja. En daarna eten we lekker hier of daar. En dat vind ik gezellig, maar dat doe ik ook elke week. En ik doe alles op uur en tijd. Hè. Ik wil maar zeggen, ik ben om 8:30, 9:30 naar huis. En dan heb ik hier of daar gegeten. Of het op de Korte Neuvel is of hier bij Ron. Dat maakt me niet uit. En dan gaan we om 10:30 te bed. En om 7:00 sta ik weer te werken in mijn tuin. Want ik heb nog een grote tuin van 300 meter aan mijn huis zitten. Echt waar? Wat doen we in die tuin? Wat staat er allemaal in? Nou, ik heb de mooiste tuin van Tilburg, zeggen ze altijd. Ja, dat is een prachtige tuin. Is dat met bloempjes of een moes staan? Of, nou, het is allerhande planten, heesters en bomen die je kunt denken. Oh. De vijver heb ik pas opgeruimd. En de vijver was eigenlijk vorig jaar, maar die strenge winter, hebben we ene keer 20 graden gekregen, 21. Ja. Na 10 jaar was je kapot gevroren. Oh. Dus toen kreeg ik de gelegenheid om hem dicht te gooien. Want de buurt ging zwarte grond weg. Ik heb hem dicht gegooid en andere planten opgezet. Kijk, dus de totaal is weer grotter geworden. Ja. Meer onderhoud? Nee. Nee, dat er niet? Nee, want ik heb hem onderhoudsvrij gemaakt. Hè. Bij mij mag alles groeien met het wil. Maar ik heb dan 2 terrassen, voor en achter. Ja, ik heb een geweldig huis. Maar dit is ook mijn oude nest. Daar ben ik 76 jaar geleden geboren. Dat meen je niet. Ja. Dus je wordt nog steeds het huis waar je geboren bent, heel mijn leven lang zo? Nee, dat heb ik later gekocht van de familie. Oké. Okay. En ik heb in Australië gezeten, in Nieuw-Zeeland gezeten. En ik heb overal... Ik ben een veel... wereldreiziger. Ja, maar gewerkt ook, hè. Ja? Ja. Ik heb altijd subcontractor geweest van metselwerken. Aha. En ik heb altijd goed verdiend. En als ik moet zeggen, ik ben een van de weinigen die het goed gedaan hebben. Nou, dan moeten we er lekker toch van genieten, hè? Ja, dat doen we ook. En ik heb dan 2 jongens. Ik heb Peter en Johan. Johan is bij Boze manager van het geheel van de machinerieën. En ja. Peter is stedenbouwkundig ingenieur bij de gemeente Waalwijk en... projectiemanager, blablabla. Ja, dus ze zijn goed terechtgekomen. Ja, die hebben allemaal tot de 27 jaar gestudeerd. Kijk, dat bedoel ik. En je gaat met je handjes alles moeten opbouwen. Ik ging met mijn 15 jaar van de Ambachtschool moest ik gaan werken. Ja, en dan moest ik fietsen van Tilburg naar Reuzel. En dan moesten we dan 2 dienstwoningen van de Rijkspolitie bouwen. Ja. En een politiebroken. En dan een jaar op en neer, elke dag met fietsen. Maar je bent er niet tegen gaan werken, want je fietst een paar keer in de week. Ja, nee, maar dat was toen nog niet, want toen moest je werken. Dat was verplicht, hè? Kijk, en dan kwam je om 5:30, 6:00 thuis en dan was het eten. En dan was het gauw weer gaan werken, hè, om iets bij te verdienen. Ik heb ook nog een mooie anekdote. Vertel. Als ik nou hier zie, dat biertje. Ja. Als ik aan de overkant het Damstraatje bij Jules Lijnen. Ja. Daar gingen wij dan drinken en dan hadden we 3 van de gulden. Nou betaal ik 2,75. Verenigen, hè? Ja. Maar wel een lekkere, wel een grote. Ja, nou, maar zo werkt het. Ja, dat is inderdaad. Ja. En vertel eens, waar kunnen wij samen op proosten? Wat denk ik van, nou, dat is de moeite waard om het glas op te heffen? Voor het geluk voor alle mensen. Dat is wel heel netjes. Dat vind ik wel goed. Ja, dan proosten we op de kijkers van RTV met de Brabant. Trouwe kijkers via de zwaaien. Proost op jullie gezondheid. Op jullie gezondheid. U heeft gekeken naar de 6e aflevering van Zwieren en Zwaaien. Morgen zijn we er natuurlijk weer met aflevering nummer 7. Graag tot dan! We'll be right back.
Als je kan hoor ik het wel, hè? Ja, ik kan, ik kan. Dat is fijn. Leuk. En in de attracties? Ik stond erop te wachten. Ik zei, ja. Ik denk die komen dadelijk wel. Kijken. Ja. Ik blijf staan. Hij loopt en wij blijven staan, ja. Hè? Ja, dat is goed. Zwieren en zwaaien werd mede mogelijk gemaakt door Echt TV met de Brabant, Café Hoegaarde, de Verzendspecialist, Thuiskantoor Tilburg en Van Hoof Elektra.